Onze zorg gaat veelal uit en terecht naar slachtoffers van huiselijk geweld. Maar daarin zie je dat als je de spiraal van huiselijk geweld wil stoppen, dan zal je ook aandacht moeten besteden aan de daders. U komt nu met een buddy-systeem voor de daders, maar kan u zich niet beter richten op hulp voor de slachtoffers? Zeker. En zeker zullen de slachtoffers altijd mijn allesomvattende aandacht hebben. Maar als je huiselijk geweld wilt stoppen, dan zul je je ook moeten verhouden tot de dader. En de dader moet natuurlijk gestraft, maar tegelijkertijd ook hulp krijgen om het gedrag, het huiselijk geweld, te stoppen. En daar raakt de dader de weg kwijt in de hulpverleningsorganisaties. En daar heeft hij een buddy voor nodig.